Nou, wij zijn intussen in Brielle aangekomen. En wel op het parkeerterrein van de Jumbo. En dat is natuurlijk makkelijk. Want, jeetje, wat een schreeuwert, joh. Hé. Hey. Daar komt ze, hoor. Volle bak. Wat, hè? Niet allemaal voor mij, hè? Moeders. Ja. Ria en René. Ria en René. En wij. En wij. En ik vermoed hagelslag, ja, et cetera. Kijk eens. Ja. Oh, Tony Chocoloni, de karamelversie. Oh, dat wordt, komt goed, douw. Nou, we gaan die camper nog verder vol stampen. Hè? Hallo. Hey, jongens. En meisjes. Ja, zo kan die ook, hè. En wij zitten op het moment in Oudorp. Ja, met de vrouwen dan. In een strandtent, een hele hippe. Hoe heet die? De beachclub. Beachclub, beachclub. Dat is de mensen die in Engels spelen. Zo. In de bediening, hè. What do you want for wine? And la 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 la. Beachclub, let's go high wine. Nou, dat de oud zijn geworden voor dit soort strandtenten. Geef mij maar gewoon, voor de mensen die dat kennen, Paplust, Hero Kanje. Met een gebakken mosseltje. Joh, doe mij een gebakken mossel en een rood wijntje, En hier, wat kreeg je nou voor rode wijn? Een Natural High Wine Beach Club. Ja, Natural High Wine. Maar goed, wij gaan morgen weer op pad. En we hebben hier vandaag een lekker afscheidsetentje, zullen we maar zeggen. Zonder een dag, zonder afspraken. Joepie! Staan wij niet zo heel vaak op camperplaatsen zoals deze. En dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Deze meneer heeft rond heel zijn camper een hek gespannen. Zie je dat? Maar het mooie is, er zit ook zelfs een poortje in. Bijzonder, hè? Nou, jullie zien het. We zijn met de aftrap begonnen richting Frankrijk. We hebben nog een familiefeestje in Koewacht. Ik zal eens even doordraaien. Want dat we is nou een grensplaats. Ja. Ja, ja, hè? Kijk eens wie daar ooit zit. Stevie Wonder. En daarna vertrekken we richting onze garage in België. Nou, we zijn bijna op de Zeeland. Hij staat op file. Op file, daar gaat de brug open zeker. Ja. Ja. Ja hoor, en hebben wij. En aan de andere kant, ja, komt wel goed uit eigenlijk, hè? Ja, we hebben alle tijd. Ja. Leuk joh. Kijk maar hier, de bootjes gaan er al door. Beur niet vaak. Oh jongens, het is gewoon weer winter geworden. In Hammen. Ja. We hebben een heel gezellig familiefeest gehad. Oh kijk, de camperplaats in Hammen. Hammen, sorry. Schelde eiland staat er. Eigenlijk een heel mooi plekje. Het is alleen vreselijk weer. Kijk, de Schelde. Geen Schelde. Zijrivier van de Schelde, volgens de mij. De Durme. Ja. We staan bij nu in het geboortebos van... Domein de Ster of zoiets, bij Sint-Niklaas. Sint-Niklaas. Ja. De camper staat op dit moment bij de... reparateur, of Alpha, de garage, ja. Alfa. Ja, en dat is zo'n dag dat je een beetje met je ziel onder de arm loopt. Hè? Je hebt je huisje niet meer. En je moet wachten op een belletje. Wachten op een belletje. Niemand weet hoe laat hij klaar is. En het is geen lekker weer. Alles is dicht ook. Het is maandag. Nu, ja, maar het is nu droog, maar daarnet regende het. Maar ja. Nou, hopelijk is hij snel voorbij. Ze hadden niet veel werk, zeiden ze. Dus hopen we dadelijk gebeld te worden. En zijn we weer on the road. Dat ik pas de afspraak kon maken als de hoordeur binnen was.
En ik kreeg de mail van, is hij al binnen? Ja, hij is binnen. Oké, okay, gaan we een afspraak maken? Prima, komt u maar. Zijn we er? Geen horde. Dat kan alleen bij een camperbedrijf, volgens mij. En waar die was? Niemand kon het vertellen. Nee. Ik zeg, nou hier, hij is binnen, staat in mijn e-mail. U kunt een afspraak maken. Nee, dat was een misverstand. Hij was nooit binnen. Maar daar hebben ze wel, en zo zijn ze dan ook wel weer, de hoorder gerepareerd, geheel gratis. Dus als het een Hollander is dat fijn, hè, als dat gratis is. Oh ja, wat ik nog vergeet te zeggen is, we gaan naar Muno. En dat is echt een lange tijd geleden. Vind ik leuk. Ja, lieve kijkers, jullie zien het goed. We staan weer op ons favoriete plekje in Muno, Ardennen, aan de net buiten Bouillon en bij de Franse grens in de buurt. We gaan weer op pad en hier vandaan scheuren we Noord-Frankrijk in, richting Verdun. En daar hebben we al een keertje heel leuk gestaan bij dat, hoe heet dat? Dat bottenverhaal daar, dat ossuarium of zo heet dat, geloof ik. En daar hebben we toen heerlijk geslapen met een vos. Ik zal dat linkje even hierboven zetten. Dat was toen zo apart. Die had Tip heel goed door. En misschien blijven we er wel weer staan. We gaan het dadelijk bekijken wat het plan de campagne wordt. Want het is inmiddels bijna 12 uur dat we gaan rijden. Dus heel ver zullen we niet komen. Kijk, mijn grote vriend zit al te wachten hoor, voordat we gaan rijden. Hey, Tip, ga je lekker mee? Ga je lekker mee? Gaan we lekker toeren? Wat denk je ervan? Ja, toch. Ja, nou, het straalt niet echt. Dat is zo, jeppie! Nou, je ziet het, hè. Het is al direct mooi. Je rijdt zo Muno uit, de Franse kant op, de kleine wegen. En mamma mia, dat is weer genieten. Het zit al in Frankrijk inderdaad, zag ik. Volgens mij ook, ja. We draaien nu de D964 op. En deze stamt nog een beetje uit de tijd dat wij met de motorfietsen door Frankrijk heen crossten. En dat is de weg langs de Maas. En die is echt gewoon hartstikke mooi. Vanuit Noord-Frankrijk moet je gewoon een keertje doen. Thank you.
gebouw, dat is heel kenmerkend. Voor het ossuarium is dit. Oftewel, de botten van vele duizenden soldaten liggen hier. Een triest hoogtepunt, eigenlijk een triest dieptepunt moet ik zeggen. Maar wel heel indrukwekkend. Nou, zoals ik al eerder heb gezegd, we zijn er al een keer eerder geweest. En toen hebben we er ook best wel gefilmd, want we zijn hier 's nachts toen ook gebleven. Wat ook wel heel bijzonder was. Dus ik ga er nu niet te veel meer over vertellen. Als je nou wel eens afvraagt, hoe doen ze dat nou, dat maaien op die zo'n taluut? Nou, zo dus. Dat is makkelijk. Dat is wel voor ons, doe. Bijzonder, hè? Het betekent het vernietigde dorp. Douaumont. Je ziet overal die kraterinslagen. Wat een hel moet dat geweest zijn hier. Overal oude loopgraven, moet je kijken. Is wat. We rijden nu op de weg tussen Verdun en Bar-le-Duc. En die wordt ook wel de Voie Sacrée genoemd, ofwel de Heilige Weg volgens mij. En dat is een verwijzing naar de Via Sacra. Dat is de oude benaming voor de antieke weg. Waar in de oudheid de offerdieren, waar langs de offerdieren naar het altaar werden gebracht. Nou ja, een beetje luguber natuurlijk, maar dan weet je eigenlijk genoeg. Ik zal even laten zien welke weg het is. Zeg Tootje, wat voor mooi plekje sta jij nou toch weer? Ik wilde het net gaan zeggen. Ja. We staan in Heronville. Heronville. Een camperplaatsje wat we al jaren geleden, al voor deze camper, ontdekt hebben. En we dachten, hey, laten we daar weer eens heen gaan. We zitten in de buurt. Laten we eens een blik werpen hoe dat eruit ziet. Ja, er staan er nog twee. En wij. Je hebt een putje. Die staat een beetje aan de rand van het dorpje. En en de rivier, de... S-A-U-L-X. Ja, Soeks. Geen idee. Je hebt wel jetons nodig. Ik dacht van de winkel in het dorp. Om water te kunnen pakken, et cetera. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark and lonely. Now I see violet. I can feel silence. And the dark's all that. Stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. En het museum van Charles de Gaulle. En we staan in de buurt van Bar-sur-Aube. Zomaar op een parking terechtgekomen voor de lunch, maar het is hier schitterend. Even een paar weetjes over Charles de Gaulle, waarvoor hier een memorial is opgericht en een heel museum aangeweid is. Wij wilden toch even weten waarom dat hier was.
Maar alhoewel hij in Rijssel is geboren in 1890, heeft hij heel lang, vanaf 1934 tot aan zijn dood, in het dorpje hier achter gewoond. Colombie-les-Deux-Églises, geloof ik. En ligt daar ook begraven, ook zijn vrouw en een dochter, geloof ik. Wat is er nog meer te vertellen over Charles de Gaulle? Hij heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog bij de Slag om Verdun. En in de Tweede Wereldoorlog was hij president in het ballingschap. En hij is in 1970 dan gestorven. En hij heeft nog een zoon. Oh ja, hij heeft nog een zoon, Philippe, geloof ik. Die leeft nog. Die is 101 jaar oud. Die leeft in Parijs. Nee, die is een klein muisje. Ja. Nou, ik begrijp wel dat de Gaulle hier gewoond heeft vanaf zijn 44ste. Ja, tot zijn 80ste. Tot zijn 80ste. Prachtige omgeving ook. Die groene velden. Met die glooiende heuvels. Echt heel mooi. Daarnet, toen wij gingen wandelen, toen kwamen er steeds meer campers aanrijden. En toen dachten we, nou, moet niet gekker worden. Maar nu zijn we terug van de wandeling. En iedereen is vertrokken. Ja. Ja, daar zijn er zomaar op, hè, Do? Ja. Wat een prachtige gele velden, zeg. Ja, hè? Dat was ons uitzicht. Vanmorgen werden we wakker met een enorme haas, waar Tip zich een ongeluk van schrok. Ja. En de haas ook. Ze ging er als een haas vandoor. We gaan vandaag weer door, hè, Do? Ja, richting Morval. Oh, leuk. Meestal regenachtig. Morgen wel, vandaag niet, geloof ik. Mooi. Leuk. Ik zei tegen Tip, ga maar zwemmen. Ik ben benieuwd wat hij doet, hoor. Zo. We moeten hier eens kijken waar we staan. Het was kruip door sluip, hoor. En we dachten, nou, misschien rijden we onszelf wel vast. Maar het is wel gelukt. Is mooi hier, hè, Do? Wat een leuk plaatsje, zeg. Schitterend. Een hotelletje, jongens, vanaf 75 euro. Nou, wat wil je nog meer? Weer op een prima plekje. Ik zal wel eventjes onderin zetten waar we zijn.
En nou is de grap dat dit paard wat hier achter me staat, we zijn hier jaren geleden een keer ook geweest met onze vorige camper. En nu kan ik me ook herinneren, het is echt lang geleden, dus het is gebaseerd op puur toeval, dat we hier ook gestaan hebben. En toen heeft dit paard, stond ik heel dicht langs het hekje, heeft dat paard een stuk uit mijn camper gebeten. Ja, je gelooft het niet, maar ergens bij mijn spiegel, in de hoek, bij mijn ruit in die kanten. Dus ik denk, ja, nou moet ik wel even een afstandje houden. We noemden dat paard Carlo, want dat is echt zo'n... Carlo, kom eens. Hey, Carlo, hoe is het, jongen? Hij heeft alleen een beetje veel vliegen. Nee, hij doet een beetje hap. Hij is een beetje gemeen af en toe. Hey, kom eens, jongen. Kom eens. Ja. Ga eens even kijken waar Tip is gebleven, want die zag ik net plomp in gaan. Waar kom jij vandaan? Hey, hij is zeiknat, man. Tip, kom je even kijken met Carlo? Ja, gaan we even kijken. Nou, een boerbal tegen elkaar. Carlo vindt er niks aan. En Tip die denkt ook van, ja, wat moet ik ermee, joh. Kijk eens, Tip. Daar loopt Carlo. Nou, zo noemen wij hem. Mag ik even vertellen waarom we Carlo noemen? Uiteraard. Mijn opa, een van mijn opa's, was een boertje in Zeeuws-Vlaanderen vroeger. En die hadden een paard om de ploeg, voor de ploeg te lopen en zo. En die heette Carlo. En dat ben ik nooit vergeten. Was dat ook zo'n groot werkpaard? Ja, dat was zo'n groot werkpaard. Alleen ik heb Carlo helaas nooit ontmoet. Jammer, hè? Ja. Ja, dit is een beetje terug in de tijd, zullen we maar zeggen. Maar kijk eens, wat een mooi plekje. In ons huppie, bij een riviertje. Oud bruggetje in de verte. Mooi, hè? En daarnet kwam er een oud Frans baarsje voorbij. Met een tikkeltje Nederlandse inslag. Ja, dat was zijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Friesland. Was wel opgegroeid in Frankrijk. En hij wist zelfs te vertellen dat het Fries en het Nederlands qua taal helemaal niet op elkaar leek. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal wel, hè. Want dat Fries, daar kan je echt geen chocolade van maken, hoor. Ik denk dat mijn Frans beter is dan mijn Fries. Toch even een puntje van aandacht. Ik zag net Carlo piezen. Ja. Maar het schijnt Carla te zijn.